Want dat is toch een heel, heel ander ding, als je met zon die ja. Al die kleuren facetten voor mij. Was dus, en die heeft hem, daarvan heeft hem dus raak gemaakt om 76. Ja, 76. Ah ja, ja, ja. Ja. Ja, dat is ook al 30 jaar. 76, 30 jaar. Ja, en hoe is het begonnen eigenlijk, de aanleiding? Wel, dat was in de tijd, hadden we contact met de pastoor Labordes van Sorat, diegene die dat we niet gevonden hebben nu. Ja, ja. En hij heeft daar dus het eerste werk dat hij gedaan heeft, dat was het koor van de kerk van Sorat. En dat was heel met Les Apôtres, maar in Romaanse stijl. Ja. En dan heeft hem de pastoor, die ook dat kerkje had, en de mis las, gezegd, voilà, ik heb daar een witte muur, en ik zou er wel graven. En dan heeft mijn zaken dus ook een kruisweg gemaakt hier. En een van de mooiste, volgens mij, is dus de... Het contact van Jezus met, en dus sinds 30 jaar hangt dat hier dus op. Voilà. En dat, had hij het onmiddellijk het idee om het in Leisteen te doen? Wel, het was het zoeken van een zaken van iets van hier. De Leisteen is dus van hier, Sorat is bekend voor slijpstenen. En dat was dus ook Leisteen en hij heeft dus daarom op Leisteen, omdat het van hier zou zijn. Hè. Ja. Maar ik zie dus na 30 jaar dat het absoluut volledig correct gebleven is. Ja, ja, ja. Ja. Absoluut ja, geen, ja. Het heeft niet geleden onder absoluut de tijd. Nee, nee, nee. Bijzonder, zeg. Dat de Van Wanzeer hier een artistieke handtekening ja, ja. Nalaat. Ik vind die tekeningen werkelijk heel mooi. Ja, 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 ja. Want bijvoorbeeld die tekening, daar herken ik... Die is ook in rood, wit-zwart. Ja, in zijn kruis, okerkleuren, voilà, zo, ja. In zijn tweede kruisweg, zoals hij hem noemt, ja. Terugvinden, maar... Je ziet dat de sterke beelden komen terug. Die komen terug, maar ja, ja, het is dezelfde hand. Hè. Ja, ja. Hij weet, want gauw dat hij dat op doek zet of op steen zet, weet hem absoluut wat dat doet. Wat dat hij wil, hè. Ja, ja, ja. Ce n'est pas de hasard. Nee. Dat is in die hand. Ja. Die hand, de echte hand. En dat gezicht vind ik ook mooi, hoor. Ja, ja. Ja. Vind ik ook mooi. Ja, absoluut, ja. Ja, ik vind het een van de mooiste werken, nog altijd. Nu dat ik het terugzie, dat is zeker 10 jaar geleden dat ik het gezien heb, ja. Wel, dat is maar fait toujours la même chose. Hè. Zie dat er een kleurverschil is? Ja, de steen. Ah, dat is de steen die de oorzaak is. De steen is verschil, ja. Ja. En daar de... La confrontation. Het Romeins type, hè? Ja, ja, ja. De 100 man of de soldaten. Ja. Dat is jammer, hè? Ja. Einde van... Ja. Dat had ik vergeten. Ja, ja, ja. Er is toch een zekere tijd overgegaan, hè? Ja, ja. Dat is zeer expressief, hè? Ja, ja. Bij Fons zijn werken. Voilà, ik vind het... Het detail... Je kunt het van ver en je kunt het van dichtbij bekijken. Hè. Ja, absoluut. Het detail is heel sterk gesfaneerd en dan ook... Het is nooit melo, hè, bij Fons. Nee. Zo zachte thema's. Nee. Drukte hij in de weinigheid. Zo'n zekere kracht die daarin zit. Ja, ja, het was altijd l'expression d'un sentiment, de ressenti. Hè.